16 jaar geleden stierf in Caïro Fouad I, de koning van Egypte. Hij werd opgevolgd door zijn zoon, Farouk, toen nog een eenvoudige, hartelijke jongeman die in Engeland vertoefde en eindelijk naar zijn land werd teruggeroepen. Hij reisde per schip naar Frankrijk en vandaar verder naar zijn vaderland, waar hij een grote populariteit genoot. In Caïro werd hij verwelkomd door de leden van het kabinet en door de bevolking, die de jeugdige vorst een warm hart toedroeg en hem een grote ontvangst bereidde. De koning verloor echter als goedigde genegenheid van zijn volk door zijn optreden dat onder invloed stond van slechte adviseurs. Ook zijn scheiding van koningin Farida had niet de instemming van zijn volk, evenmin als zijn tweede huwelijk met Tariman Sadek, de verloofde van een Egyptisch diplomaat. Met veel pracht en praal werd het huwelijk gesloten. De pracht en de praal die er mede de oorzaak van zijn geweest dat het volk hem nu verbannen heeft.